36 op de schaal van de Richter. Tijd voor RUR. RUR is een programma vol kunst, cultuur, seks en wetenschap. Kortom, RUR. Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentverink. Hallo, goedavond. Welkom bij RUR. Ik heb hier drie stoelen klaarstaan. Drie stoelen. Die stoel heb ik gereserveerd voor Manfred de Graaf. Maar die is in het kader van de voorbereiding op de Elfstedentocht in een grote scheur bij Vrouwenpolder blijven zitten. De middelste stoel had ik gereserveerd voor mevrouw Mary Dresselhuis. Twee aantekeningen. Die is 2 jaar geleden heeft ze ook op de middelste stoel gezeten. En ze heeft vanavond een première. En wordt straks 80. Dus die heeft adem wel nodig om die 80 kaarsjes uit te blazen. En wij wensen haar van harte nog vele, vele jaren toe. En de derde stoel, die dus de eerste eigenlijk, had ik gereserveerd voor Wim de Bie. Maar hij liet me weten dat hij eigenlijk niet zoveel zin had om in een oppervlakkig praatprogramma op te treden. Het zij zo, stand erover. Welkom bij RUR. En Sylvia, wie is onze eerste gast? Onze eerste gast is Ed van Tijn, F. Jacobsen, de vieze man en nog een paar dozijn. Wel 30 zielen wonen in zijn borst, geen druppeltje talent heeft hij vermorst. Columns, liedjes, boeken, vroeger cabaret en hij speelt een leuk partijtje schuiftrompet. Het komisch duo heeft er thuis om zitten loten, de Bie bleef thuis, hier is Van Kooten. Zo zie ik je alleen in je eigen programma. En dan zie ik je gisteravond in Wedden Dat. En ja, dat ging even mis daar. Dat was een misverstand. Hoe ging dat? Het was duidelijk afgesproken dat ik zou komen, maar Omar Sharif die dook plotseling op. Dat is een deal met Duitsland. Die zit dan ook in Duitsland in Wedden Dat. En toen koos Jos Brink jammer genoeg voor Omar Sharif. Dat was een ontzettende teleurstelling, vooral voor thuis. En ook voor wat ik eigenlijk... Mijn oma Sharif niet voor thuis, maar dat ik er dus maar voor kort was. Nee. Omdat ik eigenlijk heb besloten om dat elitaire gedoe bij de VPRO al die jaren. We weten nu sinds Neil Postman dat televisie toch allemaal niets uithaalt. Het is één grote amusementstrog. En ik heb altijd chic gedacht van nee, dat moet niet en in ons eigen programma. Maar ik wil nu wat eruit in dat circuit. Meer. Ook voor de oude dag. Maar ga je nou ook voor de oude dag? Nou ja, als je eenmaal in dat circuit zit van panels en juries, daar kun je dus heel oud mee worden. En heel lelijk ook heb ik gezien. Maar daar is een andere kwestie. Ja. Wie? Nou, als ik me zo herinner, ik zie toch mensen toch jarenlang in een panel zitten. Die worden er niet mooier op. Maar wel rijker. En wel comfortabeler. En het speelt elkaar de bal toe. Het is een soort blauwe trein bij de zesdaagse. Maar waarom ben je nou niet bij Wedden Dat gebleven? Vind je Jos Brink geen leuk type dan? Een vakman, absoluut. Ja, en ik moet steeds meer om hem lachen, dat geef ik eerlijk toe. Af en toe een valse opmerking, zo'n Zonneveld-achtige uitval. Ja. Ik vind hem heel leuk hoor. Ja. Woorden. Ja, echt. Ik zag Connie Froebus ook. Ja, Connie Oent Peter. Connie Oent Peter nu, hè? Ja, nu Oent. Met Oent Peter was het. Maar had je haar wel eens ontmoet eerder of niet? Was toen denkt. Nee, maar wel veel op gedanst, hè, in de 50e jaren. En gemiemd. Ah nee, daar aan Connie Froebus niet. Handmiem, nee, nooit? Nee. Oh, daar begint het alweer. Handmiem? Handmiem, ja, nee. Connie Froebus gedacht? Ja, nee, ik heb veel van je gelezen de laatste tijd, Peter. Oh, Peter, voor mij. Ja. Noem mij dan maar Connie, oké, dat wordt nog leuk. Nee, ik denk handmiem, dat is leuk, hè. Je hebt ook leuke woorden aan de Nederlandse taal toegevoegd, van megatrots tot negatrots. Megatrots, ja. Dat is iemand die... Iemand die eigenlijk trots is op een eigenschap die geen trots verdient. Een vrouw die trots is op haar man,
Dus zegt, kijk, hij heeft hier een snor en hier baard, maar hier heeft hij helemaal niks. Gek, hè? En dan had je nog zo'n leuk... Megatrots. Zo'n leuk als een echtpaar ruzie heeft en ze lullen nou, dat kennen we allemaal wel. Zo'n echtpaar wat bij je op bezoek komt op een verjaardag en je voelt dan alles. Dat heeft het servies door de kamer gevlogen de hele dag. Maar ze wilden toch komen. Ja. Maar die gaan dan zo ver mogelijk bij elkaar vandaan zitten. Dat zwijgstront, noem ik dat. Die hebben dan zwijgstront. Je mocht van Wim nou hier komen, heb ik dat begrepen een beetje? Ik heb Wim eigenlijk de afgelopen week niet gesproken. En wij laten elkaar, zoals dat in een goed huwelijk past, want dat hebben wij natuurlijk, een huwelijk, vrij. Dus ik mocht dit doen, of in ieder geval, ik doe dit. We merken het wel. Als ik zo bekijk, jullie zijn al hoe lang bij elkaar? Vanaf de middelbare school? Het is een uit de hand gelopen middelbare schoolgrap. Dus vanaf 56 op de middelbare school. Ja. Dus in 1990 zijn we samen 100. Wat leuk. Ja, gaan we wat aan doen. Ja. Hebben jullie nou ook, als je nou kijk, hè, jij en Wim. Als ik zeg, Wim is een beetje de steile dominee en jij bent de coquette draaideur. Ik ben een neuroot, ik ben een dribbelaar en Wim is voor die hele lange strakke basis. Dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. Wim houdt jou in de hand. Zeker. En andersom ook misschien wel. Maar Wim is voor de grote lijn, hè? Ja. Sterk in grote duidelijke lijnen. Fantastisch mens, groot schrijver, groot vriend. Dat weet je allemaal zelf. Ja, nee, het is leuk om te horen, want je hoort niet vaak dat mensen 30 jaar met elkaar uithouden. Nee, gek is dat. Zonder dat ze kinderen hebben. Nee, nou hebben we wel. Wat dan? Onze kinderen zijn onze producten. Ja. Dat zijn de kinderen. Gewoon een bescheurboek bijvoorbeeld is nu net uit. heb je niet bij om het even te laten zien? Nee, maar ik heb wel, want ik begrijp dat het in dat soort, moet je luisteren. Zeg maar eerlijk, In dat soort oppervlakkige praatprogramma's. Ik kijk altijd, ik heb altijd gekeken. Ik zit altijd voor klaar, gezellig, geïnstalleerd, hè, alles. En dan kijk ik en toen dacht ik ook, ja, dat is eigenlijk een beetje hypocriet om er dan niet in te komen. Maar ga je dus, nou bijvoorbeeld ook bij de EO zitten, of niet? Nee, maar je vroeg of ik dat groot bescheurboek bij me had. Nee, maar je hebt een kleintje. Nee, maar ik heb een plaatje bij me en ik dacht, dan ben ik misschien gelijk van jouw seksvragen af. Want dat combineert. Kijk, ik stam uit Den Haag en jaren 50 en dat was het ziekenfonds, hè. Dus dat was geen vetpot. En die hele oorlog suikerbieten gegeten en er was een kies bij afgebroken. Hier rechts deze kies, die was afgebroken. Ja. Nu zit daar Oosterscheldebrug in, nu is het dik van elkaar. Maar het was afgebroken. En ik had dus, daar ontbrak een kies, dus ik lachte zo, weet je wel. Dus, een beetje. Dus toen ben ik naar het ziekenfonds gegaan en de tantes van het ziekenfonds die zei, oh dat is makkelijk, daar maken wij een plaatje voor. Dus ik heb een plaatje meegebracht. Dat was dit plaatje, kijk. Dat zat dus helemaal boven tegen het gehemelte en dat ging om deze kies. Ja? Die hier zat. Hè? En dat moest je dus in. Wat vreselijk. Dus dan deed ik dat zo in. En dan kwam al die marsen erachter. Ja, wel of erg voor mij. Maar, of ik kwam een meisje ontmoeten. Ja. Ja. Dus wie permiet van je tong om haar tong beneden te houden. Dat ze dat plaatje niet voelen. Ja. Vreselijk. Oh. Ontzettend een sterke tong daarvoor gekregen. Vechtpartijen speelden zich in je mond af. Ja, dat geloof ik. En het unieke van mijn vrouw, wat de leukste en mooiste, liefste vrouw ter wereld is, dat wil ik ook even graag zeggen, want dat kan toch ook wel? Wat wil, zei je, jij? Wil je even een glaasje voor je gebit? Ja, oké. Okay. Ja, doe dat. Nou ja, toen ik mijn... Weet je? Toen ik mijn vrouw dus zei Na 3 jaar zei ik, ik heb eigenlijk een plaatje. Toen zei ze, oh, dat had ik de eerste keer al gemerkt. En aan de binnenkant, wacht even, dan moet ik hem er even uitzien te krijgen. Aan de binnenkant zit ook, want het was niet alleen dat plaatje, maar het was heel erg in die tijd. Ik reed bijvoorbeeld, ik rookte ook pijp, moet je kijken, tegen die. Oh, lekker. Ja. Dus ik had een mobilet en dan zat ik met een parka aan en een pijp, onuitstaanbaar. En er is een plaatje in. Dus het plaatje heb je gezien, dat is niet te koop. Ja, hartstikke verder. Leuk. Nee, god. En dat bescheurboek heb ik niet bij me, sorry. Heb je niet bij je? Nee, het is uitverkocht. Het is helemaal uitverkocht. Ja. Want ik heb nog proberen... Maar daar komen wel weer nieuwe, hoor. Dat wel? Ja. Maar jullie zijn er al mee opgehouden, toch? Met de kalender wel, maar dat bescheurboek is nu de samenvatting van die 15 jaar kalender. Ja. Dat is een prachtig portret van Nederland. Laat me even, van Nederland. In de afgelopen 15 jaar een uniek bladerwerk, postcodeboek van de humor. Ongelooflijk boek. Ik ben op geen boek trotser dan op het groot bescheurboek. Nog trotser dan op je boeken die je alleen hebt geschreven? Het is niets in vergelijking met het groot bescheurboek.
Jouw bescheidenheid zie ik, hè? Nee, is het geen bescheidenheid. Trouwens, je eye make-up mag er ook wezen. Is het te veel? Je kan het hebben. Je kan het hebben. Nou, ik zou het in verschillende kleuren gedaan hebben. Het is uittesten in dat circuit, van hoe werkt dat? En, dan, dat is dit een circuit? Nou, dit is het begin van het circuit. Dit is ja. Af. En nu ga ik dus, hoop ik nog in wat meer panels te kunnen. Straks bij Hins. Hins, panel, ja. Hins, mini playback show en zo. Maar misschien, ik laat er van afhangen. Maar nog even, waarom zijn jullie opgehouden? Waarom zijn jullie opgehouden met de bescheurkalender? Omdat er zoveel andere bescheurkalenders nou ook zijn. Nou ja, die markt is een beetje armoedig geworden. Een beetje troep zit er tussen. Maar wij hebben altijd gezegd, we doen de dingen, en dat is een hele luxe stelling. We doen de dingen zolang we ze leuk vinden. En we vonden het nog wel leuk hoor, maar het is beter om op dat hoogtepunt dan te stoppen. Dat is het. Want alle varianten op de vorm hadden we ook wel gehad. En toen hebben we gezegd, nu gaan we weer eens de deur wijd opengooien. Ja. Van, al 15 jaar maken wij van september tot mei televisie en van mei tot september die kalender. Dus als dat nu ophoudt, dan is er alles mogelijk. Ja, ja, ja. Kan jij nog herinneren de eerste keer dat jij Simon Carmichael hebt gezien? Ja, dat was in de Bijenkorf in Den Haag. Was ik met mijn vader. Ging ik naartoe, Boekenmarkt in de Bijenkorf. En het is heel raar met die literatuur. Ik noem het zelf geen literatuur, het is eigenlijk een beetje belletrie. Maar dat woord is weggevallen. In de jaren 50 was dat een komen en gaan van komische verhalen. Iedereen schreef onbeperkt komische verhalen. Je had Annie Smit, Simon Carmichael, Godfried Bomans, Jacques van der Ster, Jacques van Veen, Harriet Frezer, Martin Verdenius. Elias, precies. Ja. En dat is eigenlijk een beetje verdwenen. Door de column. De column is er gekomen met een engagement en een actuele satirische kant. De enige die nog echt mikt op het komische korte verhaal is Remco Kampert. Ja. Donderdags in de Volkskrant. En dat vind ik hoogstandjes. Ja. Maar ook het echte komische korte verhaal is weg. Okay. Oh ja, Carmichael in de Bijenkorf, in een boekenstalletje. Dag meneer Carmichael. Ik stijf van de zenuwen natuurlijk. Mijn vader zei ook, dag meneer Carmichael. Wie is dat? Dat is mijn zoon Kees. En ik stond En wat gaat uw zoon Kees laten doen? En ik schreef al natuurlijk opstellen, want ik las kronkels. Dus ik probeerde kronkels na te schrijven. En toen zei mijn vader, nou, Kees gaat later misschien wel door in de letteren. En toen schreef Carmichael voor in de bundel Poespas, voor Kees die later doorgaat in de letteren. En ze hadden allebei gelijk. Dus. Dat is mijn mooiste boekje met opdracht. Oké, neem een slok. En Sylvia, zou je onze volgende gast willen voorstellen? Onze tweede gasten kent u van de concurrentie. Bij VPRO en VARA trok ze veel attentie. Ze had al jong een scherpe tong. Een levendige grote mond, zodat men haar van de toneelschool zond. Hier is ze, puur natuur, een televisiedier, bekend van antipasta, Adeline van Lier. Hoi. En hup. Dankjewel. Ja. Mag je even, hoe gaat het met de neus nu? Nou, een snipverkouden. Weer gewoon gisteren de hele avond op de VARA zitten snuiven en dan hier een beetje verkouden. VARA? Was de VARA gisteren? Was het eergisteren al? Maar oh, nee, was gisteren toch op de buis? Nee, maandag. Maandag. Met antipasta. 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 Daarvoor, als ik bij het begin mag beginnen, had je puur natuur bij de VPRO. Ja. Met Ruud van Hemert. Ja, en Yves Blokker. En Yves Blokker. Daarna heb je een tijd de Clipparade gedaan. Ja, ik heb nog twee documentaires gemaakt, hè, voor de VPRO over de voorspellingen van de Club van Rome. Appel. Dus, als ik nou tegen je zeg van, is dat mijn stokje? Niet uitgekomen. Ja, hij heeft net meer als een gebit gezegd. Ja, zo. Dat heet nooit, hè. Antipasta, dat heette eerst adrenaline, geloof ik, hè? Maar dat mocht niet meer, hè? Nee. Dat is afgelopen, nu heet antipasta. Ja. Het was ergens dat je het rukwindjes had willen eten, noemen. Ja. Waarom? Dat vond ik wel een geestige titel, hoor. Maar ik kom er weinig voorstellen dan anders een vervolg op Oete Jongs opbollende dekbedden, zou ik zeggen. Nee, ik had het. Ik vind het toch ook niet? Ik had het op de Belgische weerbericht gehoord, rukwindjes. En dat vond ik zo'n ontzettend charmant woord. Ach. Ik dacht, waarom niet? Maar ze vonden het een beetje te brutaal, geloof ik. Ben jij nou ook, Sonja was in gesprek een maandagavond met mevrouw Adelheid Rozen en Karin Bloemen. En die noemen zij de VARA-meiden. Ben jij nou een VARA-meid? Nee, dat zeiden zij toch ook, dat ze dat niet waren? Ze waren toch gewoon Adelheid Rozen en Karin Bloemen. Ik ben ook gewoon Adelheid Rozen. Dat weet ik nog niet, maar goed. Oh. Maar ben jij een VARA-meid? Nee. Nee, ik ben Adeline, gewoon. Oké, dat zeiden zij ook. Maar voel jij meer voor de VPRO toen je daar werkte dan nu voor de VARA? Nou, wat mijn ervaringen zijn natuurlijk niet zoveel, is dat het niet zoveel uitmaakt.
Ik heb bij de VARA gewoon de mogelijkheid om een programma te maken. En dat vind ik heel erg leuk. Dus dat doe ik daar dan. Nou ja, nou, dat klinkt toch heel, heel redelijk en beschaafd. En waarom ben je geen actrice gebleven? Nou, ten eerste, ik heb natuurlijk alleen nog maar, zeker in het zeg maar dan wat men het echte toneel noemt, alleen nog maar kleine rolletjes gedaan. En het meeste wat ik gedaan heb, vond ik wel behoorlijk vervelend worden. Als je merkt dat je eigen vrienden niet eens meer komen kijken. Of vragen van, zit je voor of na de pauze? Oh ja. Maar lag het aan jou of aan het stuk of aan de schouwburg? Nou, ik hoop, ja, nee, wel aan het stuk, aan de regisseur. Aan de acteurs. Aan. Neem even een slok, Adeline. Nee, want laat het is hartstikke zwaar. Gooi die valse bescheidenheid opzij. En vertel eens even eerlijk, hoeveel paf je nou per dag? Huh? ik heb vandaag weinig gerookt hoor. Omdat je verkouden was? Ja, ik heb astmatische bronchitis, dus ik moet er wel een beetje uitkijken. Want je krijgt wel die stem daardoor die, nou, helpt me eens, er zijn filmsterren die daar beroemd mee zijn geworden, hè? Is dat nu Lauren Bacall of wie heeft er nou zo'n stem? Lauren Bacall had ook wel zo'n stem. Had ook wel zo'n gokkie stem, hè? Nee, maar het is ook, ik heb dat gewoon altijd gehad. Ja? Ja. Maakt toch verder niks uit dat roken of drinken, Jan? Maakt dat niks uit? Nee. Cigarettes won't kill you, drugs won't kill you, alcohol won't kill you, only lies will kill you. Dat is mooi. En van wie is dat? Dat is een line van Pieter Falk uit Husbands van Cassavetes. Cassavetes. Pieter Falk, is dat niet Columbus? Ja, Bo. Columbus. Hij heeft nu Amerika, is weer zacht. Zijn vader heeft het ontdekt en hij lost daar nu alles op. Kees, betekent dat ook dat jij geen sigaretten rookt dan? Maar heel matig. Heel matig? Heel matig. Nou, ik zag je net paf als een gek. Feestavonden. Ik zag, op feestavonden, ja. Nou, dat is dit toch. Kijk, ik wou een beetje met jou doorzeuren eigenlijk over de VARA, omdat ik heb begrepen, jij komt uit een streng socialistisch nest, hè? Ja, ik kom uit een zeer rood... En dat zijn de ergste, want mijn vader is nu ook nog katholiek, dus en als je dan ook nog socialist bent. En je vader heeft jaren in de Tweede Kamer gezeten ook, hè? 21 jaar, ja. 21 jaar. Dus die heeft je wel flink... Van Lier. Zeg, ja, zeg ik niks meer. Van Lier. We gaan niet vragen of je de familie van bent, hè? Nee, ik heet Van Lier, was ja. Lier. Wat had jij voor een vader en moeder? Waren die ook PvdA? Of deden ze nergens? Mijn opa nog wel. Nog wel echt Domela Nieuwenhuis die tijd. Ja. En echt bewonen moest ook wel, want wekenlang geen geld thuisbrengen enzovoort enzovoort. Dus armoede. Ja. Mijn ouders gingen het al wat beter mee, maar waren wel PvdA. Ja, zeker. Goed, nou misschien kunnen we straks nog een beetje over doorlullen als we onze derde gast erbij hebben. En ik wil even, Sylvia, voordat ik je ga vragen onze volgende gast introduceren, jou introduceren bij de mensen hier en thuis. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus bij wijze van dank voor Sylvia Millekamp alvast. Ik ken jouw gezicht, Sylvia, van Geef je ouders maar weer de schuld, hè, die leuke serie. Ja. Nou zit je in de Babysit Revue. Ja. Dat is een toneelstuk of een musical? Nou, wij zeggen altijd, het is een soapachtige musical. Met de muziek van Henny Vrienden? Van Henny Vrienden, ja, die heeft de muziek gemaakt en er wordt geacteerd, gezongen, gedanst. Hmm. En ik weet niet, jij hebt een heel fijn, frappant pak wel aan, mag ik wel zeggen. Wat is zelf gemaakt, zelf gebakken wellicht? Nou, het is ontworpen door Hans in het Veld, de decorontwerper. En gaat het helemaal door, laat zien? Is het van achter... Wil je het van opzij zien? Nou, als het zou kunnen. Oh, het is heel... je kan het hebben. Ja. Je kan het hebben. Nou, we gaan allemaal kijken naar de Babysit Revue. Ja? En zou je nu zo goed willen zijn als de boel niet al te zeer afgeknepen wordt om onze volgende gast te introduceren? Ja. Onze derde gast is zeer begaafd en aan alles wat hij doet meteen verslaafd. Al schakend kwam hij bij Nederlands eerste 10. Op de racefiets werd hij veel aan kop gezien en hij schrijft goede boeken bovendien. De literaire misdaad is zijn laatste métier en hij is inderdaad de broer. Hier is hij, Tim Krabbe. Dank u. Alsjeblieft. Mag ik de deur in huis vallen, Tim? Scheer je nog steeds je benen? Nee, ik zag dat al die jongens hun benen schoren of scheren, dat weet ik eigenlijk niet. En ik vroeg waarom ze dat deden en er werden dan een paar redenen voor gegeven. Onder andere dat het minder infectie zou veroorzaken als ze vielen in de schavel, want er blijft vuil aan kleven.
Luchtweerstand werd als reden opgegeven. En ook zeiden ze omdat het zo gespanjeerd staat. En omdat dat een term is die echt nergens naar verwijst, was dat natuurlijk de juiste reden. Mm. En toen ik dat begrepen had, ben ik ook mijn benen gaan scheren. Nou, vertel me eens even, wat betekent nou de term aerodynamisch? Aerodynamisch was de vaste, zonder bedoeling tot leuk zijn, verbastering van aerodynamisch die de wielrenners gebruikten. Voor alles wat luchtweerstand een beetje verminderde natuurlijk. Dus maar ze zeiden altijd aerodynamisch. En ik vermoedde dat de helft ervan het niet goed begrepen had en de andere helft het ook zei. Ik zei ook aerodynamisch. Mm. Want ik wilde mij niet op andere manieren onderscheiden in die groep dan door het wielrennen zelf. Je bent laat met wielrennen begonnen, hè? Ja, zo op mijn 30ste, ja. Op je 30ste. Ja. En als ik goed uit mijn hoofd heb geleerd, dan heb je 8 officiële koersen gewonnen. Ja. En je hebt zo'n 500 wedstrijden gereden. Ja. Ja. Prachtig toch? Ja, was jij een goede daler, een goede klimmer? Ik was een ongelooflijk slechte daler, een relatief goede klimmer voor mijn gewicht. En zeker een relatief goede sprinter. Dat zeiden de profs waarmee ik wel eens koerste tegen me. Jij had veel geld kunnen verdienen met sprints aantrekken, voor echt goede sprinters. Mm. Waarom ben je er eigenlijk, wat is er zo leuk om een hete zomer de Mont Ventoux te betasten? Ja, dat kan je alleen zelf navertellen als je dat ook hebt gedaan. Ik kan dat niet uitleggen. Ik kan niet zeggen waarom dat leuk is. Het is alleen maar leuk omdat het is wat het is. En als je het echt wil weten, dan ga je ook de Ventoux op fietsen. Jij hebt ook veel over wielrennen geschreven. Columns in de NRC Handelsblad. Je hebt een roman De Renner. Ja. Krijg je nou uit de wielrennerwereld wel reacties daarop? Het is heel toevallig. Vanmorgen reed ik een schaatstoertochtje in Nieuwkoop. En op een gegeven moment stopte ik midden op een plas. En toen werd ik aangeklampt door een andere schaatser die mij de weg vroeg. En wij herkenden elkaar, dat was Rudy Liebrechts. De vroeger grote schaatskampioen in de tijd van vlak voor Arthur Casey. Het hertje. Ja, hij had een buitengewone stijl, ja. Inderdaad. En ja, we herkennen elkaar omdat wij samen gekoerst hadden bij de veteranen wielrenners. Hij heeft ook ontzettend veel gewielrend. En hij vroeg mij op een gegeven moment, dat boek van jou over wielrennen, heb je dat nou ooit nog afgekregen? Ja. Dat is het mooiste boek wat er bestaat over wielrennen. De Renner van Tim Krabbe, absoluut. Dank ligt recht in de lijn van Kees de Jonge. Een jongensdroom. Prachtig. En, 6 keer gelezen, Tim. Sorry. Jan Kal die ging eens een keer Joop Zoetemelk interviewen. Toen had hij als attentie voor Zoetemelk mijn boekje De Renner meegenomen. En Zoetemelk had het zo naast zich neergelegd. En die keek zo af en toe naar. En zo onder het interview zat hij er een beetje in te bladeren. En op een gegeven moment zei hij, hey, er staan geen eens plaatjes in. Nee. Dat vond ik wel een aardige kritiek uit de hoek van de echte renners. Ja, maar je bedoelt toch niet te zeggen dat rennen voor de domme is. En je bent ook schaken, dat schaken voor de intelligentie. Nee, dat is een heel dom inzicht. Net zo'n dom, Dat is net zo'n dom inzicht als men eventueel zou denken dat er renners zijn. Ja, nee, dat heeft natuurlijk niets met heeft niets met elkaar te maken. Het is een observatie van mij, alhoewel misschien een beetje moedwillige observatie, dat de intellectuelen die de laatste 10 jaar het peloton enorm zijn gaan bevolken. Toen ik begon, waren het echt alleen nog maar palingboeren en kraandrijvers. En daarna zijn er ontzettend veel artsen, advocaten en economieleraren bijgekomen. Dat de intellectuelen in het peloton de domste coureurs waren. Die konden ontzettend hard fietsen, trainden verschrikkelijk veel, maar hadden geen koers in zicht. Misten de leepheid, het vermogen tot profiteren en tot gemeen zijn. Ja, wat heerlijk. Op de grote weg is er altijd rechtvaardigheid. Ja, ze scheurden op kop en dat ze wonnen geen koersen. Hoe erg is het nou om de broer van Jeroen Krabbe te zijn? Het irriteert me wel eens als mensen, bent u de broer van Jeroen Krabbe? Maar het aardigste moment daarvan was toen ik eens trainde met een groepje wielrenners. En er kwam een jongen naast me rijden en die zei, ben jij nou de broer van Jeroen Krabbe? En toen zei ik, ja, goed van mij, hè? Zei, nou, dat vind ik helemaal geen prestatie, hoor. Dus je hebt er niet echt last van, hè? Nee, ik heb er ook wel voordeel van. Ik ben om te beginnen ontzettend trots op hem. En ik vind het leuk dat er zo'n KB is die zulke dingen presteert. Zeker op de manier waarop hij dat doet. Hm. En dat weet ik toen op de toneelschool bij de, geloof in de eerste klas of zo, gevraagd werd aan leerlingen wat ze nou het liefst wilden spelen. Noemde iedereen ingewikkelde stukken van Shakespeare of Beckett. En Jeroen zei James Bond. Dat had een eerlijkheid en een openheid die beloond is in het feit dat hij nou niet James Bond zelf, maar zijn tegenspeler speelt. Aha. Dat vind ik enorm te waarderen, dat iemand op die leeftijd zich zo durft te onttrekken aan wat men zou kunnen denken dat verwacht wordt. Mm-hmm. Voor de HH historici van de tv is het
een bekend feit dat jij eigenlijk al voor Jeroen al danig aan de weg timmerde toen je, nou pakker, 20 jaar geleden, hè, voor Hadi Massa. Ja. Was jij toch de spreekstalmeester met zo'n mooie pak aan. Geel rocker. Ja. En toen had je nog de tijd dat mensen tegen me zeiden, ik zag u, wat een prachtig geel pak had u aan, want toen moest je nog bewijzen dat je kleuren televisie had. Oh, ja. Dat was heel leuk. Maar het programma met Kees van Kooten en Wim de Bie. Ja. En Tom van Duinhoven. En Tom van Duinhoven. Tom Lensink. En Annemarie Frankel-Frank. En Dimitri Frankel-Frank. Allemaal goed terechtgekomen. Schitterend programma. Ja. Wat, jij schreef je ook teksten nou, voor? Nou, ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die kan zeggen dat Kees en Wim nog teksten van hem hebben gespeeld. Want ik kijk eens dus zuinig kijken. Ik heb dus wat. Zuinig? Ja, of zij dat zeker niet. Ja. Ik zou het wel. Wat tekstjes ingeleverd en er werden er een paar van uitgevoerd. En daar moest Kees en Wim ook in meespelen. Met een zekere tandenknarsing kon je er wel in bespeuren, ja. Maar dat... Nou, het was een heel belangrijk programma geweest, toch, voor satire en humor op televisie. En Dimitri Frankel-Frank hebben we heel veel van geleerd. Ja. Want in het productiegedeelte was die man ongelooflijk goed. Hij wist precies wat hij wilde. En dat is altijd zo lekker. Ja. Er is nu een klacht, ook met het... Adelheid Rozen, Karin Bloemen. En ook een gesprekje met Isha deze week van Nederland. Dan klaagt Adelheid Rozen over het gebrek aan coaching. En ik begrijp wel wat ze daar bedoelt. Maar je moet alles alleen opknappen. Precies, er is niemand die zegt. En daarom, het is zo'n verademing als je, of je nou een film doet of een televisieproductie. Als er iemand exact weet wat hij wil. Ja. En dat was Dimitri Frankel-Frank. Hij wist precies wat hij wilde en dat kreeg hij dan ook. Was jullie debuut toch op de televisie? Nee, daarvoor zaten we nog in fanclub. Dat was Sonja Barend en Ralf Inbaar. Waarbij Jimi Hendrix dus wel in Klein Bellevue kwam. En dan kwam de toneelmeester van het Luurlijer Theater daarnaast vragen of het niet wat zachter kon. En dat gebeurde dan ook. Moest die Hendrix terug. En, David Bowie, nou ja, alles was daar. Fanclub. Even een klapje op de rug, hè? Nee. Toch niet echt, niet echt. Waren er nog dromen die uit zijn gekomen in jullie leven? Ja. Alles. Alles. Ja hoor. Van Barbara tot Bentley, van vrouw tot auto, mag ik het zo zeggen? Ja, alles is wel uitgekomen, ja. Maar had je vroeger dromen of heb je dromen die echt uitkomen? Nou, ik ben door een fantastisch stuk van Tim, dat was op tv, waar Tim, dat was in Nederlands C, vertelde je over je dromen. Dat Tim zijn dromen bijhield en opschreef. Jij hebt een dagboek van dromen. Fantastisch. En dat ben ik ook meteen gaan doen toen. Klein boekje en ook mijn dromen. En Tim had een naam. Hoe heette Margaret Thatcher eigenlijk? Of... Nee. Engeland. Ik had een droom waarin Roosevelt me vertelde dat Engeland eigenlijk Tante Hetty heet. Verdomme. En ik had het genoteerd en wij, wij gingen weg ergens filmen en in een hotel. En daar had ik ook dromen. Ik droomde dus prompt daarna opgeschreven dat Prince heet eigenlijk Plek van Bemelen. Wat heerlijk. Ja, als je... Van Bemelen. 'S morgens, als je wakker wordt, weet je je dromen nog, schrijf je op. Ik doe het niet altijd. Ik doe het op dit moment niet. Ik schrijf alleen de echt interessante dromen op. Laatst droomde ik dat ik in de rij stond voor de dood. Het was een alfabetische rij en ik had voorgedrongen omdat ik mijn naam met de C had gespeld in plaats van met de K. God. Jij wilt dus echt dood. Ik ben heel vrolijk wakker, maar hartelijk voor. Maar kan je ook duiden je dromen? Kan je die ook duiden? Betekenen ze ook iets? Of? Ja, nou, een droom is altijd leuker dan welke duiding dan ook. Dus ik probeer dat nooit. Het is een verschraling altijd. Dan zal ik wel weer jaloers zijn of minderwaardigheidscomplex hebben. Ja. Dat is niet zo interessant. En het raadselachtige vind ik, je bent bijvoorbeeld in een droom, je bent aan het vallen. Of je loopt een trap af op iets hoogs wat gevaarlijk is. Ik droom overigens altijd nog elke nacht dat ik vlieg, hè? Niet spectaculair, niet over heel Amsterdam, maar zo. Een beetje zo. Zo'n doorrichter, zo'n beetje zo. Maar het raadselachtig is, je bent iets aan het doen waarvan je weet, slapend en dromen, dat gaat fout. En dan gaat het ook fout. Dus wat is die macht in ons die wil dat dat fout gaat? Ja. Dat is heel spannend, vind ik, in dromen. Mm. Je doet iets waarvan je weet, dat kan niet. Maar het leuke is... En het leuke is dat je macht hebt. Al die in tijd dromen. Weet je dat het droomt. Precies, je kunt het sturen. Ja. Ik heb eens gedroomd dat ik een wielerwedstrijd aan het rijden was. En waarbij ik voortdurend. Wat is er? Wacht even. Nee. Ja. Ik denk, ik ga even plassen, maar waarom dan? Ik heb het niet gemist, denk ik. Jawel, ik wil je vragen. Jawel, nee. Je wat plassen moet je hier doen, zou ik zeggen. Ook vaak gehad op die droom. Ja. Dus, ja, krijg toch ook? Zwemmen. Ja, tussen 6 en 9. Je moet plassen. Maar warm in dat bed en denken, ja, ik sta al op de wc tot het zeker. Ben je er bij, Adeline? En gelukkig. Maar jouw dromen, herinner jij je dromen?
Ja? Ja, maar dus inderdaad, dat is trainen inderdaad. Ja. Als je wakker wordt, dus nog niet helemaal wakker worden en dan je droom onthouden. Ja. Heb jij een specifieke droom die terugkeren? Nee. Niet echt? Ja, maar dat je tanden allemaal uitvallen. Maar dat schijnt dat je bang bent om ouder te worden. Hè? Maar ja, dat duiden, dat is steeds vervelend. Lijkt me een hele gezochte verklaring. Maar zo dat je zo... dat je kan ook zeggen dat dat betekent dat je graag een gebit wil. Dat is nog niet bekijkt natuurlijk. Hè? Ja. Maar dromen hoeven niet altijd iets te betekenen in het kader van de oude heer Jung of Freud of... Er zit wat in, maar kijk, de duiding moet zelf ook leuk zijn. Het is onzin om dat als wetenschap te willen doen. Als je een duiding bedenkt die zelf een schitterend verhaal is, dat het gewoon de droom vertaald wordt in een ander prachtig verhaal, dan is het leuk natuurlijk. Mm. Maar het is zonde om dromen te onderwerpen aan de banalisering van een interpretatie. Aha. Goed, jullie zijn alle drie mensen die in de spotlight van de Vaderlandse lichtpunten staan. Maar bij jou, Adeline, heb jij last of voordeel of genoegen van de roddelpers? Helemaal niet? Geef je wel interviews aan mensen als ze je willen interviewen? Nou, meestal niet. Als het niet nodig is, niet, nee. Wanneer vind je het wel nodig? Als het dus over het programma gaat, dan wil ik daar wel iets over zeggen. Want dat is hetgene wat ik doe, maar verder niet, nee. Niet over jezelf? Nee. Of je een vriend hebt of een hondje... Heb je een vriend, hondje? En jij? Allebei. Nou, ik heb geen hondje. Ik ook niet. Oh, vriend ook niet geweldig. Ja, ik weet het niet. Nee. Maar geef hem bij je. Heb jij last van een roddelpers, Tim? Nou, nee, niet echt last, nee. Maar er wordt wel wat geschreven, vooral de laatste tijd. Omdat je met Liz Snoijen getrouwd bent, hè? Ik zag ook van de week nog tegelijk met Henk van der Meijden bij gepraat, geloof ik. Ja. Dus ja, dan kan het niet missen. Nee, maar goed, de mentaliteit van de roddelpers staat me niet aan. Ik vind het in principe niet zo verderfelijk dat er geroddeld wordt. Maar dat moet dan toch... Roddelen is waarheden vertellen over mensen. Het is een roddel, je bent toch getrouwd? Dat is een roddel, maar dan staat er... Er wordt de krankzinnigste verhalen uit de duim gezogen die in het gunstigste geval gunstig zijn. Er wordt verteld dat wij werden gezien diep lief omstrengeld wandelend over de bloemenmarkt waar ik een bos witte rozen voor haar kocht. Volkomen uit de duim gezogen, maar goed, dat is dan nog in een stadium dat ik het wel aardig vind en om het na te spelen koop ik dan een bos witte rozen. Maar het kan heel kwaadaardig worden en daar heb ik niet zo'n zin in. En jij hebt, ik zie jou nooit in de roddelbladen staan. Dat zal vanaf nu veranderen, maar ik... Ja, maar ik zou je zeggen, waarom ik dat zo fascineert vind, in jouw boeken, hè, we zeggen 40, Hedonia, daar vertel je aardig over je vrouw, over je kinderen. Ja, maar ik ben mijn eigen roddelpers. Je maakt van je hart geen moordkuil. Nee. Je schrijft soms dingen over je vrouw dat ik denk van, zou die vrouw dat wel leuk vinden? Ja. Vindt ze allemaal goed? Vindt ze het allemaal goed? Het is natuurlijk ook een truc, hè. Woody Allen heeft het ook... zo gedaan, hanging out all your neuroses. En dan kan niemand je meer pakken. Ik heb geen geheimen. Geen enkel geheim? Nee, ik vertel ze allemaal. Ja? Geen enkel geheim? Nee! Mag ik even van de hak op de tak en dan begin ik met jou. Jaloezie. Adeline, heb jij last van jaloezie? Nee. Niet in het werk? Nee. Nee, ik heb dat al vroeger maakte ik me daar zorgen over dat ik nooit jaloers was. Maar achteraf gezien is het toch wel ontzettend prettig om het niet te zijn. Nee, nooit last van gehad. Wat goed, en ook niet bijvoorbeeld op exen van je geliefde? Dat je denkt, shit, hij heeft die en dat. Nee, altijd vreselijk monogaam, heel saai. En, maar hij ook? Hij ook, vreselijk, ja. Oh ja, dan hoef je nooit een jaloers te zijn. Luister, hou je wel bij jongens die je gehad hebt, maak je er lijstjes van? Of, dat doe je niet? Nee, ik ben er niet echt mee bezig, nee. Af en toe denk ik, goh, ja. Toch alweer, toch alweer 1986. Ja, dat 87. Ik, ja. Ik herken je behang, zo. Ja. Kees, in jouw boek, even nadenken, 40 geloof ik, hè. 40, daar beschrijf je hoe je een lijstje vindt met voor alle dames die je gehad hebt. Ja. Het waren toen 47. Toen. Ik wil ook geen details, alleen getallen. Hè. Hoeveel zijn het er nu? Moet je luisteren. Waar het in de liefde om gaat. 2 maanden terug, toen de koeien nog buiten stonden, zag ik, en dat hebben wij allemaal wel een keer gezien, 2 koeien die met de koppen zo tegen elkaar stonden te schurken. Zo. Ja. Allemaal gezien, 100 keer. Voor het eerst dacht ik die middag, daar heeft er maar 1 van de 2 jeuk. Ja. Het zou toch heel
toevallig zijn als allebei de jeuk. Had er maar één jeuk. En de ander offert zich op. Trek hieruit de les voor uw persoonlijke relaties. Betekent dat ook dat jij niet meer een, laten we zeggen, een wenswip hebt? Iemand met wie je met toestemming van vrouw, buren, kinderen het een keertje mag doen? In 1956 gingen wij vanaf de Soestdijkse kader, er lag een rondvaartboot en die ging naar Drievliet. Dat was een pretpark aan van alle letteren en ik was 7. Drievliet, weet je ook? Ja, fantastisch. Soestdijkse kader en dan ging je... Mijn opa was timmerman, die maakte een bootje, dat kon je achteraan die boot zo meetrekken. Dat bootje ging dan scheef, weet je wel. Dus de hele weg, bootje scheef. Kwam je in Drievliet, opa en oma erbij, vader en moeder erbij, zusje erbij. Pretpark. Ik met mijn zusje op de ene kant van de wip en mijn vader op de andere kant van de wip. Als ik die wip nog een keer zou kunnen maken... Jij hebt geen last van jaloezie. Jij hebt ook geen idee van dat jij misschien wel een wenswip zou willen, nog? Iemand waar je denkt van, ik zou het toch leuk vinden... Oh, nu begrijp ik het. Oké, doe maar. Adeline? Ja. Dat zit er bij jou niet in? Nee, niet echt? Ja, ik ben wel heel saai, maar ik ben volkomen tevreden met... Dat vind ik helemaal niet saai, dat vind ik heerlijk. Tim? Ik vind een wip een zo weerzinwekkend woord dat ik het met niemand zou willen doen. Nou zo, dan zijn we helemaal klaar wat dat betreft. Dat wil ik nog wel graag van jullie weten, want we lopen naar het jaar 2000, hè. Heb jij al verzoeken gekregen van de bijlagen? Zo ongeveer. Wat denkt u van, wat is de trend in 2000? Ik lees de laatste tijd op een of andere veel romans waarin het jaar 2000 wordt afgeschilderd als afschuwelijk. Hè? Er zijn ook al wetenschappers die roepen van op 5 mei 2000 dan staat Jupiter zo in Mercurius dat we het niet meer halen. Heb jij enig idee, Kees, hoe voor jou het jaar 2000 eruit zal zien? Voor mij persoonlijk hoop ik zoals het er nu vanavond uitziet dat ik dat nog een beetje kan rekken, hè? Ook. Maar verder denk ik dat we, ja, er zullen krottenwijken gesloopt worden, maar de culturele krotbewoning zal de hele aardbol ongeveer bestrijken. Adeline, heb jij een toekomstidee qua 2000? Nou ja, dat is dan wel heel serieus. Maar jij hebt denk... een rapport van Rome. Nou, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat wel. Ik denk dat eerder door milieuvervuiling, in welke vorm dan ook, dat het misgaat dan door een of andere atoombom of zo. Dat geloof jij? Dat denk ik wel, dat ja. Tim? Ik denk alleen maar mezelf. Ik denk dat ik in het jaar 2000 een vader ben met een heel jarig gevoel daardoor. Een vader ben, met een zoon of een dochter van 14, 15, ja, 12 dus. 12 dus. Wat is 87? Ja, nee, dank je hartelijk voor de tip. Goed, dan tot slot, wat is jouw favoriete geluid? Dat vind ik heel lief. Ik zeg het vaak, niet zo. Ik hoor het ook als ik verkeerd op de fiets verkeerd geschakeld heb. Achterin hoor je. Adeline, heb jij een geluid waar je dol op bent? Ja, ik wou mijn neus ophalen. Dat kan heel verlichtend werken. Ja. Je hebt al gezegd, heb jij een geluid waar je dol op bent? Ja, het gekras van een pelotonnetje schaatsers op 100 meter afstand van mij op de Nieuwkoopse plassen. Voor je of achter je? Die reden gelijk met me op, 100 meter aan de zijkant. Dat is een heerlijk geluid, toch? En mag ik dan tot slot van het programma aan jullie vragen, hoe zouden jullie de vraag van de bekende Nederlandse theoloog Wim T. Schippers beantwoorden? De vraag luidt, is er vet na de dood? Is er vet na de dood? Goh. Vet. V-E-T. V-E-T. Is er vet na de dood? Vet is toch zelf dood? Vet is zelf dood. Ja, vind je dat zo? Ja, is dat zo? Je zou het niet weten. Nee? Dit is wederom. Is er vet naar de dood? Nou ja, ik denk als het er is dat de mensen te stom zijn om het te merken. Het gekste bericht vandaag uit de krant, Jan, vond ik dat er... Of wou jij hem zelf vertellen? Nou weet je, ik heb een veel goed idee. Weet je wat, want vet in de dood, dat mensen dat merken zo, goed. Zo weinig. Nee. Ik ga nu, hoe was het ook alweer? Het loopt een beetje tegen het einde van de show.
Kees, jij bent iemand die op de televisie, hè, met Wim, ben jij degene die altijd de boel maar de boel vindt en Wim mag zich boos maken. Spring jij wel eens uit je vel om iets? Is nou ja, dat was ik eigenlijk aan het zeggen. ik sprong, nou niet uit mijn vel, maar meer dat het kronkelde van plezier, dat vel, toen ik vanmorgen las dat er 3 Haagse koffiedames, op zich een schande, 9 Haagse. Ja. 9 Haagse koffiedames van het ministerie van Justitie hebben 3600 gulden boete gekregen. Veronica Kijkers. En dat is dus waanzin, omdat ze jarenlang de koffie hebben aangelengd met water. Op het ministerie van Justitie. Koffie. Die dames hadden dat aangelengd. Maar niemand heeft dat gemerkt al die jaren. Ze merkte het wel als ze een zogenaamd Haags bakje kregen, dus met een half kopje koffie. Dan zei die ambtenaar, dat moet ik niet, dat is te weinig. Maar als ze er liters water bij gooien, dan zei ze, of er vet na de dood is, zullen we zeker niet merken. Ik was koffiejuffrouw op het ministerie van Onderwijs, daar weet je wel, bij het Torbekkenplein, weet je wel, dat nieuwe ding wat daar gebouwd is. Ja. Vlak bij de Dalton. Ja. Ja. Nou goed, maar daar had je dus het systeem dat je moest betalen met rode klontjes was voor de thee, dat was 20 cent, en blauwe klontjes. Ja, blauwe klontjes was voor gasten. En groene klontjes, dus dat was 35 cent. En de koffie was dan 30 cent, dat waren de groene klontjes. Oh, dat is verpakking. Ja, en dan kon je dus zwart handelen in die klontjes. Dus dan werd je af en toe door zo'n ambtenaar, ik deed als vakantiebaantje, werd dan af en toe van, hier, meisje. En dan kreeg je een soort klontjes. Ja. Want dan hoef je er niet af te rekenen. Dus dan wordt al jaren gezooid met die. Ja. Nee, luister, we gaan nog niet naar huis hoor. Vertel alles maar eens. Je hebt op de gratieverzoek ook gewerkt, hè? Ja, afdeling gratieverzoek, het ministerie van Justitie. Oh, wow. Niet te geloven. Hoe was de koffie? Goed. Ja. Nee, koffie was uitstekend, ja. Okay. Beroemde gratieverzoeken? Ja, graag Kees. Nee, beroemde gratieverzoeken. Beroemde gratieverzoeken. Ik kom er lekker in, hè, geloof ik. Nee. Ik zie me rijden. Nee, nog niet. Behalve dan die koffie en dat gedoe en toen, is er nog anders waarvan je zegt van, daar ben ik deze week echt van uit mijn vel gesprongen? Uit je vel gesprongen? Ja. Iets waar ik me aan erger, dat is, dat moet je maar eens doorgeven. Ik weet niet wie dat doet bij Veronica, maar die is die vreselijke stem. Ze moet dus zachter. Veronica moet zachter. En niet moet het lawaai. Het hoeft niet meer. Jullie zijn nu zo groot. Zachter, zachter, zachter. Goed, we zullen het doorgeven. Trouwens, het is wel goed. Die stem en de muziek ook. Ja, zachter. Goed. Heb je naar boven geschreeuwd nu tot die aanstaat? Is nu zachter, zachter, rustiger nu. Nee, Jan. Ja, is toch zo? Ja, ik ga even kuchen, mag dat niet meer? Ja, oké. Okay. Zachtjes. Tim, had jij deze week al iets waarvan je dacht van, nou, dat gaat me, daar ben ik gek van? Nee, niet iets specifieks, maar ik spring altijd uit mijn vel bij allerlei uitingen van allerlei overheden van op de hurkenzitterij in plaats van de mensen op hun tenen te laten staan. En ik, in de orde van de gewone man wordt geraadpleegd over eventuele spellingshervorming en zo. Ja. Om maar te zorgen dat er niemand ooit meer een woord verkeerd kan spellen. Terwijl je nou juist onder andere door verkeerd spellen een beetje kan onderscheiden wie de moeite wil nemen om zijn best ergens voor te doen. Om maar een voorbeeld te geven. Maar hoe doe je dat dan? Dus niet meer op de hurken gaan zitten, de mensen op hun tenen laten staan, zou ik willen adviseren. Je kunt het jezelf niet moeilijk genoeg maken. Dat klinkt heel goed. Goed. Dat was het dan. Het was mij een genoegen u drieën hier vanavond te ontvangen. Ik wil u hartelijk bedanken voor het gezellige gesprek. En ook mevrouw Sylvia wil ik graag bedanken. En als ik nog wat betreft mijn favoriete citaat een duit in het zakje mag doen, dan wil ik Woody Allen citeren, die al jaren terug riep van, er zijn 2 belangrijke dingen in het leven. En dat is seks en het andere ben ik vergeten. Dit was Reur. Tot ziens. Tot Reur. Dit was Reur. Aan dit programma werkte mee Kees van Kooten, Adeline van Lier, Tim Krabbe, Sylvia Millekam, Loes Visser, Kathleen Warners, Teun de Winter, Erik van Muiswinkel, Jaap Mulder, Lisbeth Dronkers, Peter van der Stok, Job Pannekoek, Peter Biemans en Jan Lentbrink.